Yo iedereen, welkom terug. Het is TFC underscore live. En vandaag hebben we weer een nieuwe episode van Pokémon Rood. Dus ik heb een klein beetje, alleen voorbereiding niet echt, maar ik heb er een keer naar gekeken. En ik heb mijn Slowpoke gepakt, die dat we hadden gevangen in de Safari Zone. Om het feit dat hij Strength en Surf kan en dat ik dat dan niet aan een andere Pokémon of zo moet leren, snapte? Dus dat is wel heel handig. Nu gaan we vooral eerst naar gaan we naar ons item Fly gaan. Dus dat is hetgeen dat we nu moeten doen. Wat we ook gaan doen. En om naar ons item Fly te gaan, moeten we langs die road waar dat je moet fietsen. Dus dit gaat heel traag vooruit. Kan ik niet aandoen, jammer genoeg. En als je loslaat, zie, dan gaat het automatisch naar beneden. Dus dit is wat we moeten doen nu. Be a rebel. Primeape, dat is een coole Pokémon. Gewoon trash gebruiken, dat zal wel genoeg zijn, I guess. Machoke. Venus daarvoor gebruiken. Razor Leaf zou er goed tegen moeten zijn, denk ik. Ah nee, het is er niet goed tegen, maar het is wel een critical hit. Gewoon afmaken met Cut dan. Yep. Arr. Well, we continue our journey upwards. My Pokémon won't evolve, why? Welke Pokémon heeft hij? Machoke, ah, een Machoke moet je traden om te evolven. Machoke is een van de weinige Pokémon dat evolueren als je ze traedt. Wacht, wat is er nog een? Graveler naar Golem is iets dat evolueert als je hem traedt. Haunter naar Gengar. Is iets dat evolueert als je hem traedt. En Kadabra naar LKZM. Zo zit het in één, boys. Dus dat is iets wat we nooit kunnen halen in deze serie, want je kunt niet traden. Dus ik kan sowieso de volledige Pokédex niet halen. Mankey. Primeape, let's... Oh, fuck. Ik dacht dat ik trash had gedaan. My bad. Oh, rustig. Ik ging gewoon een Max Potion gebruiken op Nidoking. What do you want, kiddo? Een Machop? Nidoking level 35. Machoke gaan we niet veranderen. Voilà, dat is nice. Ik denk dat we er bijna zijn. Ja, vanaf hier begint het ofzo dat je automatisch naar beneden wordt getrokken. Ja, zie. Vanaf dat je eigenlijk op de road zit, echt. Dus we gaan eerst al die bikers hier verslagen. Om de Pokémon een beetje te trainen. Een critical hit, dat is nice. Grimer, misschien is zijn laatste Pokémon een Muk of zo, het zou kunnen, ik weet het niet. Nee, het zijn gewoon allemaal Grimers. Zijn enige Pokémon dat hij heeft is Machop. Dat is vrij snel. Niet ook in level 36 is nice. Nog een biker. Weezing. Dit is... Ah nee, de voorlaatste denk ik. Mankey. Afmaken met Watergun. Machop, we gaan niet veranderen. We gaan gewoon nog een trash gebruiken. Voilà.
You little rats. Oh nee, het zijn er nog twee. Mijn excuses, ik dacht dat er nog maar eentje was. Gewoon trash gebruiken, opgelost. Nidoking 37, nee. Nidoking Fainted, nee. Oh, ik dacht echt. Nidoking Confusion, ja, dat is kut. Voilà, lost. En dit hebben we. Ik had beloofd dat er nog de Snorlax zou zijn, dus... dit is de Snorlax. Dit is de tweede Snorlax dat er is. Dus, goede gewoonte, gaan wij ons Pokévloed gebruiken. Goeie. Snorlax woke up. It attacked in a grumpy rage. Laten we hem proberen vangen. Ik had Great Balls, hè? Ja, 14. Ja, kut. Kom aan, Snorlax, blijf er gewoon in zitten. En nu doet hij dat terug met zijn HP. Kom aan, jong. Fucking hell, dat is zo ambetant dat hij dat kan, hè. Zo, so health regenerating is echt iets ambetant. We hebben Snorlax gevangen. Het is geen nieuwe Pokémon hoor, want ja, in de vorige episode heb ik gezegd dat mijn game gecrashed was. Dus toen moest ik die eerste Snorlax gaan wakker maken, terug met die Pokévloed ook. En die heb ik ook gevangen. Maar ik wil gewoon laten zien dat ik hem ook kon vangen. Voor de rest, Venusaur, cut away. En als je hier verder doorgaat, kom je bij een klein huisje terecht. Die u Fly gaat leren. Oh, you found my secret retreat. Please don't tell anyone all here. I'll make it up to you with this HM02. Dit is heel handig. Dit is ook de reden waarom dat we eigenlijk een Pidgey hebben getraind in het begin. Omdat je dan een Pokémon hebt dat Fly kan leren. Ik weet, Mew kan ook Fly. Maar Mew kan alles leren. En ik wil dat niet aan Mew leren. Sand Attack. Voilà. Dus als je nu Pidgeot pakt, dan kun je gewoon overal naartoe vliegen dat je zelf wilt. Dus ik moet naar Saffron City, dus voilà. En je komt automatisch bij het Pokémon Center van Saffron City. Nu gaan we nog niet de gym van Sabrina verslaan, maar we gaan wel een andere gym verslagen dat hier is. Dat is de Fighting Gym. En zoals je ziet, hier staan twee gyms naast elkaar. De ene gym heeft gewoon één gym en de andere gym heeft hier twee keer gym, snapte? Dus, maar hier staat een Rocket manneke voor. Dus daar kunnen we nog niet in, daar gaan we eerst terug weer iets speciaals voor moeten doen, zoals de Game Corner. Nidoking staat eerst, dus dat zou goed moeten zijn. Voor de rest, let's go! Hoeha!
You're trespassing in our fighting dojo. Machop. Mankey, nee. Gewoon trash gebruiken, easy. Primeape, nee. Die feint gewoon. Trash is echt een hele sterke aanval. Dat had bij de vorige Nidoking ook niet bij het save-file. Ik weet niet hoe dat komt, maar mijn Nidoking nu, ik heb die direct laten evolueren toen ik een Nidorino had. Toen heb ik een Moonstone gehad en ben ik direct naar een Nidoking gegaan. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Machoke, we willen niet veranderen. Het enige probleem is dat Nidoking confused is nu. Kans dat de attack doorging. Nidoking level 38, dat is nice. Next one. Tink. Primeape van 36. Fury wipes de Summerman niet te veel mogen hitten. Ik denk dat Trash echt een van Nidoking's beste moves is, dus take your shoes off, what the fuck? Oké. Mankey. Zo'n sterke aanval, echt waar. Primeape. We gaan wel verwisselen, want anders is die... hoe noem het? Anders is die terug confused, Nidoking. I give it. Voilà. En hier hebben we de leader. I am the karate master. I am the leader here. You wish to challenge us? Expect no mercy. Edmund Lee. Meditate that doet niks eigenlijk. Was jammer. Oh, dat doet meer dan 2 hits. Dat doet zelfs 4 hits. 5 hits. What the fuck? Die Hitmonchan heeft net 5 hits gedaan. Holy fuck, jongen, die Comet Punch.
Indeed, I have lost. But I beseech you, do not take our emblem as your trophy. In return, I will give you a prized fighting Pokémon. Choose whichever one you like. Dus jullie hebben op Facebook gestemd dat we Hitmonlee zouden pakken. Dus we gaan Hitmonlee pakken. Dit is Hitmonlee, dus we gaan Hitmonlee pakken. Hardkicking Hitmonlee. Yep. You want to nickname Hitmonlee? Nope. Je kunt ze niet allebei pakken, denk ik. Better not get greedy. Ja, inderdaad, ja. Je krijgt voor deze gym, jammer genoeg, geen badge. Maar we hebben wel een supercoole Hitmonlee Pokémon. Dus dat is altijd nice. Oké, dit was het weer voor deze episode. Als je het cool vindt wat ik doe, laat zeker een nice comment beneden op YouTube achter. En een likeje zou zeer gewaardeerd zijn. Als je nieuw bent op mijn YouTube channel, consider subscribing zou ik zo zeggen. En merci allemaal om te kijken. Nog een goede dag en tot de volgende episode. Yo!